Goedemorgen. Ben je boken aan het eten? Ja. Lekker boterhammeke. Wat zit er tussen de boterham? Hagelslag. Hagelslag. Dank je, César. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga een weekendvlogje maken, denk ik. Maar César. César is heel gulzig met twee stukken boterham in één keer. Ik ga dus een weekendvlogje hiervan maken, denk ik. Want Andres vertrekt deze middag op vrijgezellen. Hij weet nog niet naar waar. Ik weet al wel naar waar. Maar hij is dus echt sinds gisteren namiddag is echt een beetje gespannen. Nou ja, grappig, hè. Tegen 11 uur komt... een vriend van ons naar hier om mee zijn valies te maken, want dat is dus ook nog niet gebeurd. En dan ja, vertrekken ze daarna naar de luchthaven, want hij weet wel dat het met vliegtuig is, maar hij weet niet naar welk land of welke regio of wat dan ook. Daar weet hij allemaal niks van en ze blijven dan tot zondag. Dus, wil zeggen dat ik alleen ben met de kindjes dit weekend. Papa. Het is zondag ook verkiezingen. Papa. Dus ik moet ook voor Andres gaan stemmen en voor mezelf. Papa, mij is niet, hè? Nee, het zijn alleen jongens die meegaan. Ja, César is een jongen, papa is een jongen. Ja, maar César is nog een beetje klein om mee te gaan, hè, schatje? César die blijft hier bij ons, wij blijven thuis. Dus ja, we zullen zien wat dat dit weekend geeft. Ik moet misschien ook vandaag... Mialoetje moet naar school, want het is vrijdag. Hè, dus ik ga Mialoet naar school. Maar César is wel thuis van de opvang vandaag. Maar misschien dat wij wel nog even naar de winkel gaan. Om nog een paar dingetjes te gaan halen qua eten. Dat ik dat alleen met César moet doen en niet met beide kindjes. Dat is misschien iets gemakkelijker. Nee, hè? Nee, hè? Nee. Dus we zullen zien wat dit weekend geeft, wat deze dagen geven. Maar dat komt wel goed, hè, schat. We hebben dat nogal gedaan en dan is dat ook altijd goed gekomen. Ja. Dus, en morgenmiddag hebben wij een familiefeest. Ja, familiefeest. Ja, dan komen Nana en Bompa ons halen en dan gaan wij samen naar de communie. Ja, hè? Ja. Dus dat is ook wel leuk. Naar de caravan, mama. Nee, we gaan niet naar de caravan. We gaan niet naar de caravan dan. Mijn ouders hebben een caravan. Dus ja, let's see what the day brings. En vooral, ik ben heel benieuwd hoe het gaat verlopen voor Andres. En wat hij ervan gaat vinden en zo. Spannend. Andres, die is net vertrokken, die is opgehaald. Ja, schatje. En wij zijn ons aan het klaarmaken om even naar de winkel te gaan samen. Oh, wat is er? We gaan even naar de winkel, wat dingetjes halen voor het eten. Ik heb vanmorgen ook al ons avondeten een beetje voorbereid. Ja, ik ga je pakken. En dan kan César, nadat we naar de winkel zijn geweest, ook nog even een dutje doen, hopelijk. Het is nu 12 uur. Ik moet hier tegen 3 uur vertrekken om Jalu te gaan ophalen van school. Dus, komt goed. Dat gaat goed uitkomen, denk ik. Hoop ik. We'll see. Het is 5:20. We zijn dus al eventjes thuis. We hebben daar net bij het thuiskomen van school lekker een snackje gegeten. En nu zijn we aan het avondeten. Ik had jullie direct eens laten zien. Ik had gezegd dat ik het al had voorbereid. Dit is het eindresultaat. En de kindjes zijn ook super flink aan het eten. Ook mee aan het proeven van alles. Dus heel, heel leuk. En ze hebben avocado, hè? Ja, daar zit avocado bij, schat. Vind je het lekker? Mm-hmm. Oké. Okay. Bij César ga je het ook vlot binnen, dus hij zal het ook wel lekker vinden, denk ik. Ja. Dus ja, going great. Ik denk niet dat ik na het avondeten nog iets gefilmd heb, maar het is ondertussen 9:50. Ik heb mij net ontschminkt en zo. Echt mijn gezicht. Het is heel erg qua uitslag. Ik weet niet wat de oorzaak is. Mijn hormonen zijn echt all over the place sinds ik gestopt ben met mijn borstvoeding geven. 12 weken geleden ondertussen. Maar ja, ik weet exact 12 weken omdat... ja, ik daar aan bijhouden ben om te zien hoe dat mijn cyclus zich herstelt, wat momenteel nog niet het geval is. Maar dat is een heel andere
verhaal en een heel andere situatie. Dus wat ik eigenlijk gewoon wou zeggen is dat de kindjes het super flink hebben gedaan vanavond al. Dus dat was wel heel, heel leuk. Enkel zo het laatste kwartiertje dat ze wakker waren, dan was Mialu ook echt super moe. En César begon dan ook heel moe te worden. En dat was even hectisch. Maar het was wel super cute, want ik was César dan in bedje gaan liggen. En dan was Mialu even hier beneden in de zetel blijven liggen. Ze was even een beetje tv aan het kijken, terwijl ik César in bed ging liggen. Dus hij is super flink gaan slapen, heel vlot, alles keigoed gegaan. En ik kwam terug beneden en zij was gewoon in slaap gevallen. Zij was echt super moe omdat het vrijdag was. De hele week naar school gegaan. En vrijdag namiddag. Dus zij was echt super, super moe. Al toen ik haar ging halen wel, maar ze heeft eigenlijk heel de avond nog super goed volgehouden, vond ik, verrassend. Uiteindelijk dan toch helemaal van de kaart. Dus ja, ik heb er wel nog een afleveringetje. Allee, of daarna heb ik nog een afleveringetje van Grey's Anatomy gekeken. Ah, ik moet de vaatwas nog opzetten. Dat mag ik niet vergeten. Maar ja, ik zeg, het is nu 9:50 en ik denk eigenlijk dat ik gewoon naar bed ga gaan. Ik ben ook best wel moe. En het zal nog wel druk worden dit weekend, aangezien ik er alleen voor sta. Dus ik denk dat ik misschien gewoon in bedje ga kruipen en ervan ga profiteren om een beetje extra te kunnen slapen. Dus, tot morgen. Goedemorgen iedereen. Het is bijna 7:00 en wij zijn alle drie wakker. César heeft nog eens tot 5:55 geslapen in plaats van tot 5:40 of 5:30 de laatste tijd. En kijk eens wat de kindjes gaan eten. Plopvleesje. Allee, plopworst. Tussen een boterhammetje. Ja. Ja, hè. Ja, ja, ja. Ze zijn allebei al heel hongerig. Ja, we zijn heel hongerig. Ik kan het niet zien, mama. Kan je het niet zien? Nee. Kijk eens. Plopwasje. Plopwasje. Kies, mama. Laat, mama. Zo. Oh, je hebt honger, hè. Kijk eens. Boterhammetje met plopworst. Ja! Kost bijna 3 euro voor zo'n pakje met 9 sneden. Ja! Maar worth it. Als je het mij vraagt, zeker op momenten als deze, dat ik er alleen mee ben. En alleen mee. Zeker op momenten als deze, als je er zo alleen mee bent, alles een beetje anders is als normaal, dan komt dat ideaal uit. Hongerig. Goedemorgen, het zonneke. Het is zondagochtend, het is 7:05 en ik ben net naar beneden gekomen. De kindjes slapen nog allebei. Hoezo? Echt niet normaal. Dat is echt al heel lang geleden, zeker voor César, dat hij nog tot 7:00 geslapen heeft. Dus Fanny Mauritius, daar heeft hij ook één dag tot 9:00 daar de tijd. Dat was hier 7:00. Geslapen, dus ja. Heel goed. Ja, Louis is wel een beetje aan het bewegen, maar ze is nog wel wakker aan het worden, denk ik. Dus ik ga haar nog even laten doen. Ik heb mijn theetje al gemaakt. En dan gaan we zoiets aan de dag beginnen. Ik moet vandaag gaan stemmen, want het zijn hier de verkiezingen vandaag. En ik moet ook voor Andres gaan stemmen, want hij heeft mijn, zijn volmacht doorgegeven. Omdat hij hier natuurlijk niet is, want hij is in het buitenland. Leuke. Ja, dus dat staat op de planning vandaag. Voor de rest staat er niks op de planning vandaag. Ik denk dat André is ook echt pas heel laat. Allee, heel laat, ja. Dat hij ook pas laat gaan thuis zijn. Want die vliegen dan op Eindhoven. Dus dat is toch ook nog wel even rijden tot hier. Dus ja, het is ook vaderdag. Maar hij is hier niet. Dus heb ik niet echt iets voorzien om hier te doen of te geven of dat soort dingen. Omdat de kindjes, ja, die gaan sowieso al in bed liggen als hij wakker wordt. Allee, als hij wakker wordt, als hij thuis komt. Dus ja, anyway. Ik hoop dat het rustig gaat zijn aan het stemloket als ik er ga zijn met de kindjes. Want ja, ik ga die moeten meepakken. Dus ik hoop dat ze even allemaal gaan meevallen. Maar we zullen zien. En anders is het ook maar zo. Het is verplicht, hè, dus ik moet toch sowieso gaan. Ik ga me dan nog even in de zetel zetten en mijn theetje drinken en even lezen. Rustig aan de dag beginnen.
Hallo guys, we zijn ondertussen al een paar uurtjes verder. De stemming ging super goed, de kindjes zijn zo braaf geweest, maar echt niet normaal. We kregen ook complimenten van de mensen achter de tafel, zo rustig en zo dat die geweest zijn. Maar ik moest natuurlijk twee keer gaan, omdat Andres, ja, ook, ik moest Andres zijn stem ook doen, omdat hij er niet was, ik had zijn volmacht. Nu zijn we even met de auto naar de JBC gereden, om hier hopelijk, Mia is in slaap gevallen, om hier hopelijk nog even een cadeautje, klein cadeautje voor Andres voor Vaderdag te vinden, want dat is vandaag. Maar hij komt pas vanavond laat terug, dus ik heb daar eigenlijk niet bij stilgestaan. Maar we gaan toch nog even zien of we iets klein kunnen vinden voor hem. César. Oké, jongens, ik ga even TV een beetje stiller zetten. De kindjes liggen net in bed. Het is, hoe laat is het nu? 19:25. Ik heb Mialoetje net in bed gelegd. We hebben nog iets gevonden voor Andres. Die gaat binnen een half uur of zo, drie kwartier denk ik, thuis zijn. Kijk, ik zal het jullie laten zien. Mialo heeft nog een kleine dingen gemaakt. En dan heb ik twee matching t-shirtjes gekocht bij de JBC. Ain't no hood like fatherhood. En dan in de matching kleur deze. Ain't no dad like my dad. Dat vond ik wel cute. En ik heb nog gekeken of er zo niks matchy was voor Mianoetje er ook bij. Maar dat was echt niet. Dus ja, dan is het gewoon dat. Dan hebben we toch iets om te geven. Dat is wel fijn. En allee, ik vond dat wel echt leuke t-shirtjes. Er waren ook nog wel andere leuke t-shirtjes. Maar niet meer in Andres' maat. Dus ja. Zwat. Ik was ook wel een beetje later mee, maar we hebben nog iets kunnen fixen, dus dat is toch ook wel goed. Ja, voor de rest deze middag niet veel meer gebeurd, niks speciaal. We zijn hier thuis gebleven geweest. That's it. Dus nu wachten tot Andres terug thuis is. Andres is terug thuis. We hebben nog even een klein beetje sushi en Andres heeft een soepje besteld om nog even samen op te eten. Wat? En de dragon eyes? Oh my god! Je zit er niet bij. Ik ga wel bellen aan jullie bestand. Ja, wacht, ik ga eens checken. Oh my god, jongens, ik was dus gewoon de Dragon Eyes. Allee, niet vergeten, want ik had ze wel in het winkelmandje gestoken, maar ik heb ze er dan toch per ongeluk uitgehaald. Dus it was my fault. Maar ja, we hebben wel lekker gegeten en we gaan nu nog een beetje in de zetel zitten en een beetje tv kijken en daarna ook wel naar bed gaan. Want morgen is het weer maandag, moeten de kindjes naar school en naar de opvang. En beginnen wij gewoon ook aan een nieuwe week. Dus ik ga de video hier ineens afsluiten. Dankjewel om te kijken en hopelijk tot de volgende. Bye!